Ik heb meegedaan als Stoptober, dat ik na jaren roken echt helemaal klaar mee was. En ik denk, nou gaat het gewoon gebeuren. Goede reden, Stoptober, om dat te beginnen, 1 oktober. En achteraf gezien dacht ik eigenlijk van, waarom heb ik het niet jaren eerder gedaan? Het ging eigenlijk heel makkelijk. Ik had het me veel erger voorgesteld. Als je na 3-4 dagen verder bent, heb je eigenlijk het ergste al gehad. Dan zit er meer tussen je oren dat je echt zenuwachtig wordt. Omdat je geen nicotine of geen sigaretten meer krijgt. Stoptober heeft mij geholpen via de app en via de social media, zodat je er niet alleen voor staat. En ja, dat je een hoop steun hebt, iets met een hoop lotgenoten en die allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Dus het is wel echt een groot voordeel. Je hebt allemaal dezelfde ervaringen. Na een paar dagen, dan voel je je eigen rot. Maar dan lees je op de site en op Facebook dat andere mensen precies dezelfde problemen hebben. En dat je er niet alleen voor staat. En dat je niet speciaal of bijzonder bent, maar dat iedereen in hetzelfde schuitje zit. Ik heb de app gebruikt als een goed hulpmiddel. Je blijft op de hoogte van hoe lang je al bezig bent. Je krijgt complimentjes, medailles. Klinkt heel kinderachtig, maar toch ben je trots als een klein kind dat je medaille gewonnen hebt. En het heeft mij echt wel geholpen. Ik heb een tip voor de mensen die willen stoppen in oktober. Zet gewoon je verstand op nul, begin eraan, hou het gewoon vol. En je zal zien hoe makkelijk het gaat en hoe trots je op jezelf kan zijn als het ook echt lukt. En wat een verrijking voor je leven het is als je gestopt bent met roken.